Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Theateragenda deze week. Naast mij zit Hans Epping. En Hans Epping is directeur, geloof ik. Moet ik het zo noemen? Nou, mag. Mag. Ja. Nou, directeur van Klein Theater Dinxperlo. Zo moet ik het noemen, hè? Ja. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja. Ja. Je hebt twee fantastische voorstellingen meegenomen. Twee hebben we er nog. Eentje die heeft als titel Water en Vuur. Van welke groep hebben we het dan over? Dan hebben we het over niet over de groep, maar over T. Lau. Oké. En T. Lau is... Heb ik een beeld bij. Ja, liedzanger van de scene vanuit het verleden. En niet alleen vanuit het verleden. De scene toert nu ook weer. Maar krijg jij die in Dinxperlo dan? Nee, we krijgen alleen T. Lau. En T. Lau die komt samen met een Ierse gitarist. En die gaan met z'n beiden het podium op. Ze weten niet wat ze gaan spelen. Ze weten niet wat ze gaan spelen? Nee, dat laten ze helemaal afhangen van de zaal, van het publiek. En T. Lau, dat trekt natuurlijk ook... Maar wacht even, dit gaat maar te snel. Dit is interessant, dat betekent dus dat het publiek gewoon kan noemen welke nummers zij gaan spelen? Ja. Zij reageren. En in wat voor genre zit het al? Hoe groot is de bandbreedte? Nee, het is wel akoestisch. Ja. Maar de nummers Blauw van de scene, die speelt hij. Iedereen is van de wereld. Ja. Of de wereld is dus je iedereen. Roept maar wat vanuit het publiek en hup, ze pakken het op. Ja. Dat is wel die interactieve. En dat past natuurlijk in jullie klein theater natuurlijk fantastisch. Dat is de kracht van ons kleine theater. Het artiest bovenop het publiek en omgekeerd ook. Ik wil gewoon even kijken naar een stukje van... Moeten we doen. Tilo. Oké. Ja. Gaan we kijken. Zing een liedje voor me, Frans. Zing een liedje voor me, Frans. Ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voor. Zing en ik vergeet de tijd. Jouw muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me. Het is natuurlijk prachtige muziek. Mooi om dat in je theater te krijgen. Ja, daar zijn we trots op. Ja. Hey, en naast dat mensen natuurlijk hun eigen keuzes kunnen maken, is het natuurlijk ook zo is dat zij hun eigen nummers echt zullen gaan spelen? Of is dat überhaupt niet aan de orde? Ja hoor, tuurlijk hebben ze een programma klaar. Ja. Maar zij willen toch graag interactief ook met de zaal gaan spelen. Ja, wat de zaal leuk vindt, dat proberen ze te spelen. Zo niet, komt er geen reactie. Nou, dan hebben ze dan nog een fantastisch programma natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk geweldig om dat mee te maken. Ja. Waarom heet het Water en Vuur? Geen idee eigenlijk. Nee? Nee. Het is wel een verrassende titel. Het is ook wel uitnodigend, moet ik zeggen. Ja, het is een dingen van het leven, zeg maar. Ja. Je zegt de elementen van het bestaan. Dat is ook. Ja. Nee, geweldig. Ja. Nou ja, goed. We wachten dat rustig af. Ja. Zij komen in maart bij jullie... 2 maart. 2 maart zelfs. Half 9. Nou, prima. Dat komt helemaal goed. Dan gaan we nu even kijken naar een stukje van de theateragenda. De samenwerkende Oost-Gelderse theaters voor de komende periode. Altijd weer interessant om te zien welke voorstellingen de komende periode te zien zijn in de samenwerkende Oost-Gelderse theaters. U kunt het natuurlijk allemaal terugkijken, ook op Focus TV. En daar staan ook alle sites van de theaters. Naast mij zit nog steeds Hans Epping. En Hans Epping is de directeur, als ik het zo mag zeggen, zo heb ik maar afgesproken, van de Klein Theater in Dinxperlo. We hebben net een fantastische, al even besproken, voorstelling die er gaat komen. Ja. Nu volgende voorstelling, onder welke naam? Pauline Cornelissen. Maar voordat we naar Pauline gaan, ik begrijp dat Pauline misschien wel de laatste is die gaat optreden in jullie theater. Gaat Klein Dinxperlo dicht? Nee, gelukkig niet. Hebben wij een nieuwsfeit hier? Nee, gelukkig niet. Dat niet? Nee. We hebben wel het nieuwsfeit dat wij gaan verbouwen. Jullie gaan verbouwen? Ja. Het Klein Theater Dinxperlo maakt onderdeel uit van een groot gebouw. Er bestaan uit 2 aparte monumentale panden. Ja. Nou, die worden... Die foyer zit toch in het midden daar? Ja, er zit een foyer. Die gaat helemaal weg. Gaat die weg? Ja, en de toiletgroep helemaal weg. Maar geen angst. Wordt die dan groter of wordt die dan... Wordt helemaal opnieuw opgepimpt. Er komt een compleet nieuwe foyer met toiletgroepen. Zo.
Waardoor twee mooie panden weer met elkaar verbonden worden. Dat wordt helemaal een glazen uitstraling. Maar is het dan ook zo, is dat Dinxperlo, Klein Dinxperlo, of Klein Theater moet ik zeggen, Dinxperlo, dat die andere doelgroepen kan benaderen? Of zeg je van nee, wat we nu kunnen, dat doen we straks weer? Wat we nu doen, dat kunnen, dat gaan we straks zeker doen. Ja. Onze kracht is toch heel veel cabaret en heel veel try-outs met bekende artiesten. Maar door deze gigantische verbouwing hebben we meer mogelijkheden. Nou, dan kunnen we ook andere zaken bedenken. Dan gaan we nu naar jullie laatste voorstelling. Ja. En dat is ook de voorstelling die je nu gaat noemen. Pauline. Ja, dat is Pauline, ja. En wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, Pauline Cornelissen. Iedereen kent haar natuurlijk van de boekjes. Taal is zeg maar een ding van mij. En de nieuwe boekje van haar. Verder, ja, Wie is de Mol? Een van de meest bekeken programma's in Nederland. Ja. Ja, daar heeft ze natuurlijk ook in meegedaan. En die sluit het bij jullie straks af. En die sluit het bij ons af. En Pauline, ja, die heeft toch de kracht om zaken te observeren die wij misschien niet eens zo opvallend vinden. En die brengt zij dan toch op het toneel naar voren waarvan je denkt van ja, ze maakt het is zo iets gewoon en het is toch zo heel bijzonder. Ja, gewoon en toch bijzonder. Dan komen we daar zo even naar terug. Gaan we nu even kijken naar een stukje van Pauline. Ja, dit is natuurlijk wel typisch Pauline Cornelissen natuurlijk. Het is mooi om te zien. Ja. Hans, wat doet je, hoe krijg je Pauline Cornelissen bij jullie in het theater? Want heb je daar publiek voor? Is het dan echt specifiek dat je zegt, nou, Dinxperlo die zit erop te wachten? Ik denk dat Dinxperlo op zit te wachten. De voorverkoop loopt heel erg goed, moet ik zeggen. Ja. Okay. En ik denk dat het een hele mooie afsluiter is voor Dinxperlo. Het mooie ervan is, mensen kennen haar natuurlijk van de boekjes en wat ik net zei van de televisie. Maar ze staat al heel erg lang op het toneel met cabaret. Maar precies, want Pauline heeft een bril van -6 of zo. Ja, hè? Ja, en dan, dus dat maakt haar wat ook bijziend geloof ik of iets dergelijks. Ja, dat is haar kracht. En daarvan zegt ze van daardoor moet ik heel erg goed observeren. Ja. En daardoor observeer ik ook heel erg goed. Ja. En daar haal ik mijn stukjes uit. Ja, maar dat is natuurlijk, want ze maakt de eenvoudige dingen, wat je net al even zei, bijzonder in wat dat betreft. Wat is de boodschap die zij toch wil vertellen eigenlijk? Is er een boodschap in het verhaal überhaupt? Nou, de meest alledaagse dingen, die wil zij onder de aandacht brengen. En dat lukt haar gewoon door haar keuze in haar taalgebruik. En daardoor maakt ze ons weer nieuwsgierig en opent voor ons de ogen om toch op een andere manier naar hele gewone dingen te kijken. Maar wat wil ze met ons doen dan? Als je dat zo zegt? Wakker maken misschien. Ja. En in het leven relativeren of anderszins? Ja. Gewone dingen die zijn heel erg belangrijk. Ja. Had je deze voorstelling zelf al gezien ergens of niet? Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar wel van horen zeggen. Ja. En ik verheug me er echt op. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Pauline, nou, dat is Cornelissen. Dat is natuurlijk fantastisch om dat mee te gaan maken. Ja. Ik wens je ook heel veel plezier met de verbouwing. Ja. Hoe lang zal het ongeveer duren? Nou, we starten in april, mei. En de bedoeling is dat eind oktober, begin november wij weer volop gebruik kunnen maken van de theaterzaal. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, naast Pauline Cornelissen en de eerste Water en Vuur, dan sluit het eigenlijk het prachtige seizoen van Klein Dinxperlo af. Doen we. Ik wil u ongelooflijk bedanken voor het kijken van deze theateragenda. Fijn dat u er ook weer was. Ik wens u ook een fijne week nog en graag tot volgende week donderdag.